Nee, ik vind het echt te gek voor woorden. Nou, ik schrok er wel van, want normaal gesproken doe ik op maandag altijd, ben ik hier om 7:15 ongeveer. Dus ik denk, nou, heb ik weer geluk gehad dat ik er vandaag niet zo vroeg ben. Hier bij de ingang van de Lidl ligt een borstelvloer met metalen strips. En daar zijn de wielen van de auto op gaan spinnen. Dat is me goed ook. Ja, en dat had veel ernstiger kunnen aflopen als hij door die tweede pui gereden was. Want daar stonden al een aantal klanten. En nou, we moeten er niet aan denken wat er gebeurd was als hij daar doorheen gereden was. Vandaar ook dat we een poging tot doodslag te lasten leggen. De automobilist is dus een 33-jarige man uit Dongen. Hij woont in de buurt van de winkel en hij is een bekende van de politie. Hij was flink onder invloed van alcohol, blies ruim 3,5 keer het maximum. En er wordt dus nu ook rijden onder invloed ten laste gelegd. Het is een geluk dat hij geslipt heeft op de mat. Dat hij dus niet verder heeft kunnen gaan, want dan kunnen er ongelukken gebeuren. Daar wil ik niet aan denken. Medewerkers en klanten die er vanmorgen bij waren, zijn opgevangen door slachtofferhulp. En er is ook extra personeel, zodat ze wat ontlast worden vandaag. Want het incident heeft heel veel indruk bij hen gemaakt. Waarom de man hier vanmorgen binnenreed en waarom hij het juist gemunt had op de Lidl, dat is niet duidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.